Een nieuwe week, een nieuwe goede frag. En dat betekent dat wij als gamers net zijnde jouw vragen gaan beantwoorden. En deze week komt de vraag van een wel erg aparte plek. Het komt namelijk van Discord. Ja, je kunt ons vinden op een eigen Discord server. En ook daar worden af en toe wat leuke suggesties gedeeld voor goede frag. Deze week was dan ook de suggestie van Wester die zich afvroeg: welke gaming community vind jij de beste, de leukste, misschien wel de gezelligste? Dus niet zozeer gamersnet of een website of bijvoorbeeld een YouTube of een platform. Maar welke game heeft voor jou de leukste gemeenschap? We gaan het behandelen in Goeie Vraag. De beste gaming community voor mij. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben nooit echt heel erg betrokken geweest in één specifieke community. Ik game eigenlijk voornamelijk gewoon met maten, met vrienden en dan gaan we eigenlijk van game naar game waar we op dat moment met z'n allen zin in hebben. Maar als er één gaming community is die ik persoonlijk altijd wel echt fucking tof vind, is het denk ik toch de community van GTA Online. En ik weet dat er heel veel shady bitches tussen zitten en klote kinderen die voor je deur gaan wachten met een mitrailleur. Maar ik heb best wel vaak in GTA Online ook wel eens gehad als ik alleen ging spelen en ik zette gewoon mic aan, dan kon je elkaar natuurlijk alleen horen ook als je dichtbij liep, dat ik oprecht ook wel met een paar gasten bijvoorbeeld een heist ben gestart, omdat dan bijvoorbeeld of mijn maten waren niet online of het was op een weird moment van de dag, dan moest je dat toch vaak ook doen met randoms. En hoe kut het eigenlijk ook soms was dat je gewoon van die vervelende mensen erin had, zaten er af en toe ook gewoon een pareltjes van mensen tussen waar je dan mee kon lachen en waarmee je dan zo'n heist ging doen. En dan had je weer een nieuwe persoon in je friendslist op Xbox uit fucking Moskou of uit fucking Oekraïne of dan weer iemand uit Amerika of Australië. En ja, dat vond ik altijd wel heel leuk, omdat GTA Online leent zich daar ook heel erg voor. Je kan elkaar heel erg naaien, maar omdat je elkaar ook zo heel erg kan naaien, kan je elkaar juist ook heel erg helpen. Als er dan eens zo'n irritant iemand in jouw server zit, dan kan je juist ook iemand zoeken die niet vervelend aan het doen is. En dan samen kan je die gast pakken, zeg maar. En dat, ja, dat heeft een aantal magische momenten voor mij opgeleverd in GTA Online. Mijn favoriete gaming community is een beetje een omstreden. Een omstreden community. Het is een gemeenschap van gamers, van liefhebbers, van haters. Het is eigenlijk een beetje een mengelmoes van alles. Maar daarin zitten dan af en toe toch wel weer de mooie interacties met zo'n gemeenschap die je normaal niet zo vaak hebt. In mijn geval gaat het om Overwatch. Overwatch kwam natuurlijk alweer 2 jaar geleden uit. Ongeveer ook rond deze tijd, wat toevallig. En toen was het een hele mooie game, vond ik, qua community dan. Als je gaat kijken naar hoeveel ontierlijk veel fanart er toen wel niet gemaakt werd. Hoe mensen toen met de game omgingen. En wat ze allemaal wel niet tof vonden. En hoe we allemaal een beetje met z'n allen probeerden meta's te ontdekken. En weet je, de eerste keer dat competitive live ging. Het was natuurlijk gritty en het ging er hard aan toe. Maar het had wel iets moois. En inmiddels zijn een beetje, nou ja, ik heb het er vaker over gehad. Maar over verloop van die 2 jaar is de game iets meer toxic geworden. Is die hele community iets hatelijker geworden. Het is iets meer scheld. Het is boos worden op mensen die een slechte verbinding hebben. Het is boos worden op als weet ik veel, je healer even niet te veel doet wat hij zou moeten doen. Dat soort dingetjes zijn natuurlijk allemaal heel erg naar. Maar tegelijkertijd zitten er dan af en toe weer van die interacties in die game dat ik denk van, oh, dat is toch wel weer mooi. Dat een complete random op een gegeven moment toch zegt, die waarvan ik dacht, die heeft het fantastisch gedaan, die hele pot. Dat hij dan tegen mij zegt van, maar ik had het niet kunnen doen zonder jouw healing als Anna. Dit is een van de beste Anna's die ik ooit heb gezien. En ik zoiets van, holy shit, dat zijn de mooie complimentjes. En elkaar helpen en zo, en elkaar opzoeken en een beetje ook elkaars sterke eigenschappen weten van, oh, oké, als ik met die vriend speel, dan moet ik hem op een support gooien, dan doe ik wel even een keertje tank en dergelijke. Ik denk dat meer games dat wel hebben op die manier, maar ik heb het meeste gemerkt met Overwatch. En ook gewoon als je kijkt naar hoe ontiegelijk veel mensen echt houden van die game. Nogmaals, die fanart, maar ook echt de hentai, de porno, de cosplay op beurzen is echt super tof om te zien van Overwatch. Dan denk ik van, nou oké, dat is zo'n community die echt houdt van de game, soms net iets te veel, waardoor ze dan een beetje salty en toxic worden in het spelletje. Maar tegelijkertijd dan heb je af en toe weer die momentjes die je denkt van, als het goed gaat en je hebt een leuk team en af en toe heb je een aantal randos die gewoon lekker complimenteus zijn en elkaar helpen. Dan denk ik van, dat vind ik mooi om te zien. En dan denk ik toch wel van dat voor mij in ieder geval een van de leukste gaming communities is die er out there te halen is. Welke andere community kan ik je zeggen dan de Sims community? Natuurlijk, de enige community waar ik me ooit echt thuis heb gevoeld. En ik zit er al in sinds Sims 2, dat ik inderdaad ook letterlijk de persberichten aan het vertalen was op een forum. Zodat iedereen het kon lezen en ik ben zo'n Sims nerd. Zo erg zelfs dat ik met een deel van de community toen op Sims Camp ben geweest met Gamescom toen de Sims 4 bijna uitkwam. En ook nu nog steeds dat ik echt letterlijk mensen ken
Ik denk, oh, maar ik ken je eigenlijk vanaf The Sims. Als we zijn elkaar leren kennen in de Sims groep. En je zou nu misschien denken, dat is toch niet meer zo. Maar het is levendiger dan ooit. Want met The Sims 4 heb je nu de cloud. En daar kan je je creaties uploaden. En dat is een ander deel van de community. Dat is echt de bouwers. De mensen die de challenges maken. Dus gewoon heel creatief. En iedereen, maakt niet uit wat je maakt. Iedereen zegt, oh wat knap, het is zo leuk. Dus hartverwarmend. Het is leuk. Ik wil weer simsen. Oké, ik ga simsen. Doei. Daar heb je het dan. Dat zijn de gaming communities die wij het gezelligst vinden. Het fijnst, het prettigst om in rond te baden en onszelf te zijn. Heb je nou zelf ook zo'n game dat je denkt van, oh my god, maar dat is mijn groepje. Dat is mijn community. Laat het ons weten. Wij zijn heel erg benieuwd naar met welke game en met welke community jullie de meeste binding hebben. Maar natuurlijk, we zoeken ook nieuwe goede frags voor volgende week. Ja, dit gaat gewoon door. We hebben volgende week weer een nieuwe vraag om te beantwoorden. En die vraag kan zomaar van jou zijn. Je mag hem hier achterlaten op Gamersnet, op YouTube. Hell, kom ook eens een keer langs in de Discord server. Is wel zo gezellig. Drop een leuke creatieve vraag voor ons, zodat wij volgende week lekker kunnen sparren met elkaar en onszelf om die te beantwoorden. Dat was het voor Goeie Frag deze week. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Tot snel en natuurlijk voor al het laatste gaming nieuws van al die games die je net hoorde. Die lees je ook op gamersnet.nl. Kun je langs gaan. Moet je doen.